Ik ben Martijn, ik ben electrical engineer bij Project Mars. En voor deze vlog, wat we gaan doen is, we hebben hier een pakketje binnen. En hier zitten de PCB'tjes in die we hebben besteld. En daar kijken we al een hele tijd naar uit. En we gaan nu kijken hoe ze eruit zien. We zien nog allemaal niks. We zien hier alleen een beetje papier. En dat ga ik nu weghalen. Onder het papier hebben we nog plastic. En we zien hier dat ze per stuk verpakt zitten. En ik ga er nu weer eentje uit de folie halen. Hier hebben we dus een sleeve. En zo noemen we dat, een sleeve. Wat hij doet is eigenlijk, hij verzamelt informatie van sensoren. En die geeft hij door via deze ethernetpoorten. En zoals je ziet is dit PCB heel mooi zwart. En dat geeft een extra professionele look. En we kiezen hem omdat hij vooral heel klein is. En dit is hem dan. Ja, goede vraag. We hebben er op dit moment, komen er waarschijnlijk 5 in het exoskelet. Waar? Er komt er 1 op allebei de onderbenen, 1 op allebei de bovenbenen en 1 in de rugzak. En daar sluiten dus de temperatuursensoren op aan, onder andere. Nou, we schrijven dus software voor op deze bordjes. En dat software schrijven, dat komt al aardig overeen met het embedded programmeren wat we krijgen bij de studie. Nice. Thanks Martijn, ben je er blij mee? Ja, ik ben er hartstikke blij mee.